Daar gaan ze dan op ontdekkingsreis door een onbekende wereld naar de politieke arena. Waar het allemaal gebeurt, de Provinciale Staten. Maar dan moet je eerst wel weten hoe het werkt. Dit zijn natuurlijk de interruptiemicrofoons. En achter jullie zitten alle statenleden. We hebben er 55. En veel meer treden dan 55 telt het provinciehuis. Ja, even uitheigen, want het is een groot huis, hè? Provinciehuis. Veel trappen, wel mooi gebouw. Dus in die zin wel met je ogen naar uit te kijken. En we zullen zo dus zien wat het brengt. En we kunnen nu natuurlijk nog niks zeggen daarvan. En wellicht stellen we nog wat vragen. Dus, Voor het antwoord daarop is provinciebestuurder Han Weber. Hij waarschuwt voor het debat. Maar het is niet meer spannend. En dat leidt ertoe dat het hier ook niet altijd heel erg vol zit op de tribune met de pers. Maar deze avond is de zaal wel uitverkocht. En volgen de leden een echte commissievergadering. Voor sommigen toch wel spannend. Er gebeurt natuurlijk wel heel veel. En op lokaal niveau ook wel. Het is gewoon een heel ander niveau. Ze bespreken hele andere dingen. Het gaat hier over de hele provincie. Grote stukken natuur, recreatie. De provincie is dus niet zo saai als het lijkt. Want er is zelfs een wachtlijst voor de cursus. Ja, maar de belangstelling is eigenlijk wel overweldigend. En dus als bestuur zijn we heel tevreden eigenlijk met het resultaat. Niet al deze mensen zullen zich gaan kandideren als statenlid. Maar het is toch leuk en ook wel tekenend voor de partij om te zien dat onze leden eigenlijk op alle politieke niveaus nu actief zijn geworden. Lopen hier dan de politici op wie je kan gaan stemmen in maart? Laat de campagne maar vast beginnen. Roland van der Velde, dank je wel.